hebben het over de serie in 3 delen en we hebben al een paar keer gezegd afgelopen week, hoe belangrijk is het om je doel te kennen, om te ontdekken, je bent er niet voor jezelf. Het geeft vervulling als je iemand mag helpen om thuis te komen, zoals Mathilde dat prachtige gesprek had met die vrouw. En dat we allemaal wisten, oh, ook die vrouw realiseert, dit is niet zomaar wat hier gebeurt. Weet je, we willen mensen helpen om God te vinden. We willen mensen helpen om in die vrijheid te komen die hij voor ze heeft. Om met elkaar te kunnen praten. Je hebt mensen nodig. Jij en ik hebben mensen nodig die je aanmoedigen. Die potentieel in je zien, toekomst in je zien. Die zeggen, je kan het. Je hebt meer capaciteit dan dit. Je hebt meer capaciteit. Je kan. God heeft nog veel meer. There is more. Er is meer voor je. Er is meer. We zijn er nooit. Er is meer. Zoals Brian zei in het filmpje. Niet opgeven. Niet loslaten. We zeggen, Heer, er is meer voor mij. Je hebt mensen nodig die je helpen om misschien barrières of dingen waar je tegenaan loopt in je eigen leven. Van je eigen, misschien dingen van vroeger of situaties. Je kan er doorheen. Je kan er doorheen. Ik had een geweldig goed gesprek met iemand op de conferentie in de pauze. En we hadden het erover, over de processen die God toelaat in ons leven. Om ons in de vrijheid te brengen. In de vrijheid waarvan? In de vrijheid van vrij van pijn, vrij van teleurstelling, vrij van afwijzing. Vrij van al dat soort dingen. Maar weet je hoe je, wat de Heer doet? Als hij de pijn wil wegnemen, brengt hij je eerst naar de pijn toe. Anders kan hij niet wegnemen. Ja toch? In november ga ik weer in het ziekenhuis en halen ze alle staal en zo uit mijn voet. En ik hoop dan dat ik helemaal de vrijheid ervaar. Vrijheid ervaren. Om weer helemaal te lopen zonder beperkingen. En wat doen ze dan? Dan snijden ze hem eerst weer open. Ze moeten toe naar, de chirurg moet daar naartoe waar de pijn zit, om de pijn weg te nemen. Oh, ik zou willen dat iedereen in CLC begrijpt hoe dat werkt. Dat staat niet in mijn aantekeningen, maar hey, dit is mijn passie. Meer en meer, ik had gesprekken met verschillende voorgangers en zeiden, dit is wat er gebeurt. Je hebt sommige christenen die zitten nog steeds in hun pijn. In de depressiviteit, in de verwonding, in de moeilijk en jaren en jaren. En zien er eigenlijk weinig verandering. Dan heb je christenen die verdoven hun pijn. En zoeken verdoving in hele verkeerde dingen. Vul zelf maar in. In heel andere plekken als de Heer. En dan heb je de derde die zegt, ik wil er doorheen. Ik wil samen met de Heer naar mijn pijn toe. En dan gaat hij het wegnemen en herstellen en genezen. Want ik wil in mijn bestemming komen. En die groeien en die bloeien en die gaan door. Petrus had 3 keer gezegd, ik ken u niet. Je kent dit verhaal toch? 3 keer gezegd, ik ken u niet. Na de opstanding nam de Heer Jezus hem 3 keer bij dat meer waar ze een barbecue hadden. Een Bijbelse barbecue met alleen vis. Oké, okay. Dat is niet helemaal waar, want de priesters aten natuurlijk ook allemaal rammen enzovoort, vlees. Maar hoe dan ook, dus 3 keer had hij hem verloochend, 3 keer... vroeg Jezus aan hem, hou je van mij? Hij ging naar de pijn, bij een vuurtje. Bij het vuurtje had de Heer Jezus 3 keer verloochend. Kan je je voorstellen hoe diep dat ging? Hetzelfde vuurtje. Ah, jij bent ook een van Jezus. Nee, ik weet niet waar je het over hebt. 3 keer. En de haan kraaide, diep, diep spijt en verdriet. Hij huilde bitter. En de Heer wilde hem herstellen. En zei, 3 keer bij een vuurtje. Reken maar dat alles weer naar boven kwam. Hou je van mij. En hij werd hersteld. En pijn werd genezen. En weet je, wij allemaal, we leven in een gebroken wereld. Wat je pijn is, je situatie met mensen, met jezelf. Soms is het de moeilijkste persoon die het meeste pijn doet bij jezelf. En de Heer wil er naartoe met je, zodat je in vrijheid komt. En de vrijheid is niet alleen voor jezelf. De vrijheid is zodat je andere mensen kan helpen om die vrijheid te vinden. En te helpen door dezelfde proces uit te gaan om tot leven te komen. Tot leven te komen. Efeze 2 vers 10. Zijn maaksel, daar staat zijn in het Engels masterpiece. Zijn meesterwerk zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zouden wandelen. Grappig, hè? Ik heb 5 minuten extra gevraagd. Maar nu heb ik helemaal niks meer. Nou, dat komt vast wel weer terug. om daarin te wandelen. Zijn masterpiece. In het Grieks is pio. Poema, als ik het goed uitspreek. En dat betekent, daar komt het woordje poëzie vandaan.
Toen God je maakte, was hij heel creatief en enthousiast bezig. Zoals een schilder bezig is een schilderij te maken. Of iemand die een beeldhouwwerk maakt en daar helemaal enthousiast over is. En zo was God bezig met jou en met mij. Je bent een masterpiece, een meesterwerk. Je bent als een, vanuit een lied, vanuit een poëzie, vanuit Gods hart ben je geschapen. Vind je die mooi? In Psalm 18, vers 36. Ik hoop dat hij werkt het scherm achter mij wel met de tekst. Ja. Daar is hij. Ja. Deze tekst, deze raakte mij zo toen ik dit las. Ik dacht, het is haast niet te geloven dat het er staat, maar het staat er echt. Ook gaf gij mij het schild van uw heil, uw rechterhand ondersteunde mij. Uw neerbuigende goedheid, dat is God. Neerbuigende goedheid maakte mij, zeg het eens hardop, groot. Waar je ook zit in je proces, in je situatie, in je leven, God buigt. God almachtig, waarvan ik dan denk, God heeft mij niet nodig, toch? Hij buigt zich neer naar jou en naar mij. En wil je optillen, pak je bij je handen en je bent mijn kind, je bent mijn zoon, mijn dochter. En ik zet je niet alleen op je voeten, ik ga je groot maken. De glorie en de roeping en de zegen en de zalving en de gunst en het verschil maken in de wereld rondom je. Ik ga je groot maken, ik til je op. Ik dacht, Heer, staat het alleen in een of andere hele mooie message, de Passion, Bijbel of zoiets? Nee, gewoon NBG. Het is echt de Bijbel. God buigt zich neer naar jou en tilt je op en zet je op je voeten. Vind je dat niet fantastisch? Dat spreekt zo van Gods goedheid. En tegelijkertijd is er een vijand. En er staat hier iets over 1 Thessalonicenzen 2, vers 18. Wij, of liever ik, Paulus, ik heb namelijk andermaal tot u willen komen, maar de Satan heeft het ons belet. Er was ook een vijand. Ik heb het gevoel dat die vijand gisteren ook weer iets heeft geprobeerd te doen. Nou, dat is hem dan net niet gelukt door de genade van de Heer. En door de zalving van de Heilige Geest op Anneke, zoiets. God werkt altijd door mensen heen. Heb je dat ontdekt? Hier zitten zoveel ik zou een hele preek kunnen houden over dit verhaal. Als jij tot je bestemming wil komen, als jij geholpen wil worden, dan heeft God mensen in je leven gebracht die dat kunnen. Die dat kunnen, die er heen zijn geweest. Mensen die zeggen, ik ken het management. Ik heb goed contact met het management. Laat me praten met ze. Ik ga voor je bidden. Ik ga de Heer vragen om dat je er doorheen komt, dat je in je bestemming komt. Fantastisch, toch? Wonderbaarlijk dat de Eurostar met 900 mensen staat te wachten. On hold. Dat de security wordt aangestuurd. Jongens, start de band nu. Hun koffers eerst. Dan denk ik, wat is hier? En dan kom je, dit allemaal. Om één dochter thuis te laten komen. Om een verschil te maken in één leven. Eigenlijk twee, want ze had haar dochtertje bij haar. Fantastisch. En wie weet wie zij allemaal weer kent. En gaat vertellen aan andere mensen. Joh, ik zit de laatste tijd in de kerk. En ik kom tot leven, ik kom tot bloei. En, ik begin God te leren kennen. En ik heb iets ontdekt. Waarom kom je niet een keer mee? Want we geloven, het houdt niet op bij die ene vrouw, ja toch? Er is weer een roeping op haar leven ook. Hier staat in het Grieks, als hij zegt de vijand heeft het ons belet. Hier staat in het Grieks egkopto, als ik het goed uitspreek. Ik hoop niet dat mensen zijn die goed Grieks, die zeggen, hij spreekt het. Maar zoiets. En dat betekent een kuil in de weg. Betekent een kuil in de weg. Iedereen wist wat Paulus bedoelde toen hij dat zei. Rovers op eenzame wegen, die groeven een kuil in de weg. Zodat je er niet meer doorheen kon, of je viel erin, of je stond ervoor. En dan was je heel, vooral als je erin viel, heel kwetsbaar voor de rovers. Je kon niks meer doen, ze beroofden alles en dat zat je dan in de kuil. Dat is wat de vijand probeert te doen bij jou en bij mij. Hij probeert te stoppen, te remmen, hij probeert je in een kuil te laten lopen. Aanstoot is zo'n kuil. Als je ergens aan ergert of het is nou de zoveelste keer, dat soort taal in je gedachten beginnen te komen. Gedachtenpatronen. Dat kan een valkuil worden. Waar je dan invalt en waar de vijand je zo makkelijk als een prooi kan overvallen. Dat is niet je bestemming. Absoluut niet je bestemming. Want je hebt mensen nodig die kunnen helpen. Elkaar in de kleine groep, in de connectgroep, in de life groups, in de teams. Waar je met elkaar kan praten van, hey, weet je, ik moet leren. Er zijn bepaalde gedachtes die moet ik krijgsgevangen maken onder de gehoorzaamheid van de Heer. Dit is niet Gods gedachte. Dit is niet de Heilige Geest. Ik maak dit gevangen onder de gehoorzaamheid, het woord van God. En er zijn andere momenten dat ik gedachtenpatronen moet ontdekken, moet leren, moet zien. En daar heb je elkaar bij nodig.
En dat je elkaar daarbij kan helpen met een stukje feedback en hulp om een vriend van je bestemming te zijn. Welke gedachten moet je krijgsgevangen maken en welke gedachtenpatronen moet je veranderen? En God wil je daarbij helpen en dat doet hij door mensen heen. Ja toch? Gedachtenpatronen. Wij Hollanders, wij zijn er heel goed in om overal een soort vraagteken bij te zetten. Een vraagteken. En als er allerlei positieve dingen zijn, dat is ook een minpuntje, dan gaan we daar het minpuntje. Als je zegt de kerk groeit, ja, maar ik heb ook gehoord dat iemand wegging. Dat. Als dat een gedachtepatroon is, kijk, je mag best... Maar als je een beetje altijd ongeveer zo denkt, dan... misschien zijn er mensen die bij al het goede... ja, maar het kan ook fout gaan. Ja, het kan ook, weet je wel, we gaan lekker op vakantie. Ja, maar je kan ook lekker brand krijgen. En hoe moet het dan? Weet ik veel, word lid van de ABB of ga met de trein. Zoiets. Anneke kan je de weg wijzen. Anneke neemt een ander nummer, zegt ze. Hoe dan ook. Begrijp ik, er zijn mensen die bij al het positieve iets, als het een gedachtepatroon is, wees eerlijk voor jezelf. Ik wil daar vanaf. En ik ga in mijn groep of ergens, jongens, willen jullie voor me bidden? Ik wil dat helemaal niet meer zo denken. Ik weet niet waar het vandaan komt, misschien van vroeger, misschien waren mijn ouders ook zo, ik heb geen idee. Maar ik wil er vanaf en ik wil, mijn vertrouwen is in de Heer. Ik hef mijn hoofd omhoog naar de berg van Gods heil, van waar zal mijn hulp vandaan komen? Van de Heer, van zijn heilige troon. Dus weet je, hij wil je verder helpen. Oké, okay. Dus die kuil. Even kijken, ik ga naar 2 Korinthe 4 vers 17. Want wat was de kracht van Paulus? Die zelfs Paulus, die grote man, die dan af en toe toch wel merkte dat er ook een vijand is. En die vijand wil je stilleggen. Ik heb het gehad over vanmorgen in de eerste dienst ook als een soort loopband. Er zijn christenen die bewegen wel, maar die komen niet vooruit. Die zitten niet in deze kerk, hoor, ergens anders. Ander land. Engeland of zo. En die zitten... Ken je dat misschien van jezelf af en toe? Ik heb die momenten gehad. Je beweegt wel. Toen ik weer aan het herstellen was, ik ging naar de fysiotherapeut, heb ik ook op de loopband zo al lopen. En dan dacht je, ja, ik kom geen centimeter vooruit. Maar ik snap dat ik dit moet voor de oefening. Maar als je steeds, de vijand wil steeds dat je bezig bent met je eigen leventje, je eigen omstandigheden, je eigen dingen die nog niet gaan zoals je wil, de dingen die jou tegenvallen, de dingen die... En dan ben je wel in beweging, maar dan kom er geen centimeter vooruit. Kom van die loopband af en ga wandelen met de Heer. En ga door dingen heen. Ik begrijp, Heer, dat ik hier door de druk... Je hebt al die verhalen al lang gehoord. De olijfolie wordt geperst onder hoge druk. De diamanten worden gevormd onder hoge druk. En het is waar. Het is waar. Jij en ik, we zijn kostbaarder dan diamanten. Zag je de bassist vandaag? Zit je hier, bassist? Waar zit de bassist? Huh? Oh, dag, bassist. Hij heeft een mooie pet op met Antwerpen. Ik zei, nou denkt jouw geliefde natuurlijk dat jij diamanten bent gaan kopen in Antwerpen. Ik heb daar geen geld voor, maar het is fijn dat jij de diamantstad van Europa. Hoe dan ook, weet je, de diamanten worden... Jij en ik, we worden gevormd. God laat dingen toe. God laat dingen... Als er iets is, bij wie is er niet iets van afwijzing? Een ding van vroeger. En hoe denk je dat God je wil gaan herstellen van afwijzing? Nou, hij zet allemaal lieve christenen om je heen die jou nooit afwijzen. Want anders zou het zo'n pijn doen. Dat is echt niet, dat wil de vijandje laten geloven. En dus zeg je, er is geen liefde in de kerk, want ik voel wel afwijzing. Dan lig je in de val van de vijand en de rovers komen en nemen je wapens weg en je geld weg. En je wordt alleen maar armer en niet rijker. De Bijbel zegt, we know his devices, ken zijn strategieën, betekent dat. Weet hoe de vijand, geeft de vijand geen voet. Nee, ik begrijp, het is niet leuk om terug te moeten naar je afwijzing, naar je pijn. Maar ik wil er vanaf en de enige manier om er vanaf te gaan is terug naar het ziekenhuis, terug bij de chirurg. Snij me maar open. De chirurg zei, deze snee wordt nog groter dan de vorige, wist je dat? Dat wist ik niet, maar wat moet, dat moet. En weet je, herstel, genees. En dan kan ik vooruit, dan kan ik lopen. Niet op een loopband, maar dan kan ik rennen voor de Heer. Met mijn God spring ik over een muur. Ja, toch? Oké, okay, we gaan door. God is hier, ik ben enthousiast over wie hij is. En dan staat het, daarom verzwaken we onze plicht niet. De kracht van Paulus was dat hij een focus had. Hij wilde een verschil maken. Een verschil maken.
De vijand zelfs af en toe slaagde hij erin dat één bepaalde stap of reis op dat moment niet doorging. Maar ik weet zeker dat hij op de een of andere manier er toch gekomen is. Maar wat was zijn kracht? Hij zei, we verzaken onze plicht niet. Niet terugtrek, niet stop. Nee, ik ga door met dat wat God me gegeven heeft. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk wordt van dag tot dag vernieuwd. Er is iets bezig van binnen. Zeg even tegen je buurman, er is iets bezig van binnen. Ja. Er is iets bezig, God is bezig. Ik word vernieuwd van dag tot dag. Als je zo'n situatie hebt, man en vrouw, weet je wel, en zo, en een discussie. Ik word vernieuwd. I'm under construction. God is met me bezig. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt onze eeuwige luister alles wat omvat en alles overtreft. Zie je, het korte nu, het lijden nu, is niet te vergelijken met de glorie die we gaan krijgen straks. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk. De onzichtbare dingen zijn eeuwig. Dit is het verschil. Ik wil me gaan richten op de eeuwigheid. Ik wil me richten op de dingen die van eeuwig belang zijn. Eeuwig. Weet je, ik heb natuurlijk, als je zo'n ongeluk meemaakt zoals ik, dan bid je veel voor je voet, voor jezelf en zo. Maar er kwam een gauw moment dat ik wil niet dat allemaal gebeden daarover gaan. Ik wil, weet je, ik hou van wat God doet. Ik hou van de kerk. Dat is mijn passie hier, Den Haag, CLC Den Haag. Dit is mijn eerste passie. Voor het geval iemand denkt, wat doet hij allemaal? En alles wat we zien gebeuren in het land, met straks de 10e kerk in Leeuwarden erbij, nooit vergeten, dat is een overflow van wat we hier met elkaar mogen beleven. Niet andersom. Als het moederschip niet sterk is of niet lekker vaart, dan zijn al die andere scheepjes daaromheen de weg kwijt. Ik weet niet of je het realiseert, maar er zijn heel veel kerken, voorgangers in de CLC-familie die kijken naar ons. Vraag maar aan Hanna, want een van de dingen die ze doet is de hele dag telefoon beantwoorden, vragen stellen en materiaal leveren aan de CLC-pastors. Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Heb je dat al op papier? Heb je daar nog? Heb je nog een filmpje van zitten? Hoe heb je nog een leiderstraining voor ons? Enzovoort. Wat we hier mogen beleven is een grote zegen voor het land. En ik hoop dat je daar dankbaar voor bent. Ja. Dus de eeuwigheidswaarde. Ik hoop dat je hoort het aan de gebeden van christenen. Soms van je gebeden van jezelf. O Heer, wilt u me van mijn hoofdpijn afhelpen? Wilt u mijn huwelijk zegenen? Wilt u mijn man veranderen? Wilt u mijn kinderen beschermen? Amen. Oh, en wilt u het eten zegenen? En dan neem je bami. Waarvan de Heer zegt, denk je nou echt? Oké. Okay. Of ben je gebeden aan het bidden? En ik moet het ook tegen mezelf soms zeggen. Van bid nou eens een paar gebeden die de wereld gaan veranderen. Die een beetje verandering gaan brengen in deze stad, in dit land. Als jouw gebeden worden verhoord, wat gebeurt er? Wordt jouw leven een beetje fijner? Of worden er mensen veranderd? Is er een verschil? Worden er mensenlevens gered voor eeuwig door Jezus en door zijn goedheid? Je hoort het aan de gebeden als je eerlijk bent voor jezelf. En ik preek ook tegen mezelf. Ik pruttel soms ook al die gebedjes over mezelf. En dan zei, kom op, Engel, is dat nou het enige wat je gebeden hebt vandaag? Heer, zegen mij. Daarom vond ik het zo mooi. There is more, ja. Yeah. There is more for those that know that the more is for. 1 Korinthe 12, vers 4. Er zijn verschillende gaven, één geest. Let op, verschillende en één, verschillende en één, verschillende en één. 3 keer in deze tekst, lees maar mee. Er zijn verschillende gaven, één geest. Er zijn verschillende dienende taken, is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Er is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. Iedereen. Zeg even tegen je buurman, jij ook. Jij hebt gaven. Jij hebt gaven die ik nodig heb. Niet iedereen zegt dat tegen zijn buurman. Jij hebt gaven die... Jij hebt gaven die de kerk nodig heeft. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van dat ik een fijner leven krijg. Nee, ten bate van de bouw van de gemeente. Ten bate van de gemeente. Ik weet niet wat jouw gaven en talenten zijn, maar ze zijn er om de gemeente te bouwen. En om een verschil te maken in de wereld. Allebei. Allebei. Ik durf de discussie aan. Ik heb erover nagedacht. Er zijn mensen gekomen. Ja, nou ja, ik maak een verschil in de wereld. Ja, maar het is allebei. Het is allebei. Als jouw dak lekt, dan ga je toch ook niet zeggen, ja, maar ik heb een fijne baan bij de Nederlandse spoorwegen. Ja, dat is fijn, maar je dak lekt, dus je zal thuis ook iets moeten doen. Anyways. 3 keer. Verschillend en één. Verschillend en één. Verschillend en één. Dat betekent, we zijn allemaal verschillend. Ik ben anders dan jij. Ben je daar niet blij om? Ben je niet blij dat jij niet bent zoals ik? Wees maar eerlijk. Hij knikt nog ja ook. Je moet heel heilig kijken. Je bent aanbiddingsleider. Je moet heilig kijken. Je moet... Maar nee, hij klinkt nog jou ook. En het goede nieuws is, ik ben gelukkig niet zoals jij.
dat ga je niet tegen je buurman zeggen. Ik ben gelukkig niet als jij, zeg. Nee, we zijn allemaal verschillend. Met verschillende gaven. Als je hier voor het eerst bent, hartelijk welkom. Ik heb een beetje rare humor. Maar dat wendt, zeggen ze. Ik heb allemaal aardige mensen om me heen. Die zeggen, nou, na een jaar of twee begin ik door te krijgen. Dat is dan een soort flauwe grap van u. Ja, precies dat, ja. En dan denk jij weer, ik ben blij dat ik niet ben zoals hij. We zijn verschillend. God heeft je verschillend gemaakt met verschillende gaven, talenten. Je bent uniek, er is geen tweede jij. En we zijn één. In de Heilige Geest, om Gods huis te bouwen, om mensen thuis te zien komen. We zijn één. Weet je, je hebt het vast wel eens gehoord, maar ik vind het zo'n leuke illustratie gewoon. Stel je voor, er is een lekker feestje, een lekker diner bij iemand thuis. Verjaardagsfeestje of zo, diner. En iemand laat het dessert op de grond vallen. Ah, ja, dat is nou. Voor mij zou dat niet zo erg zijn. Ik eet hetzelfde dessert, maar voor de meeste van jullie, zoete kouwers. Suikervrije dessert was dit waarschijnlijk. Want... bestaat dat? Ik weet niet of dat bestaat. Ja, een sinaasappel of zo. Maar nou, daar zit ook suiker in. Ja, vrij veel zelfs. Maar dat zijn goede suiker. Nou, oké. Okay. Dus iemand laat het zeggen. En verschillende mensen gaan verschillend reageren. De een vanuit de genade. Die zegt, voel je niet bezwaar. Dat kan iedereen overkomen. Degene die altijd preekt, die zegt, ja, dat gebeurt als je niet voorzichtig bent. Degene die dient, de gave van dienen, laat me je helpen om de rommel op te ruimen. Onderwijzen, de reden dat het viel, is omdat je naar één kant overhelde. De bemoediger die zegt, laten we de dessert de volgende keer maar bij de maaltijd oprichten, kan het niet vallen. Bij de maaltijd opdienen. De gever die zegt, ik zal een nieuw dessert voor je ophalen, zal ik een nieuw dessertje voor je ophalen. De organisator, de leider die zegt, Jim, pak jij even de mop. Suzanne, maak jij even schoon. Maria, help jij even om een nieuw dessert te maken in de keuken. We hebben allemaal verschillende gaven. En het maakt niet uit of je leider bent of voorganger. Die titels maakt niks uit. We zijn allemaal gelijk. We hebben verschillende gaven. Ik hoorde van iemand, wel grappig, er was een voorganger. Die ging golfen met een paar... dit is geen grap, dit is waar gebeurd, zeg maar. Het is meer illustratie. Dus je bent niet verplicht om zo meteen te lachen. Okay, dus, het is illustratie en waar gebeurt. Dus hij gaat golven met een paar andere niet gelovige mensen. En er komt een enorme onweersbui opzetten. En dus ze zeggen, joh, hey, jij bent toch paaster? Kan je daar niet wat aan doen? En hij zegt, joh, ik zit in de verkoop, niet in het management. Waar gebeurt? Hoe dan ook, iedereen, je begrijpt het punt. We hebben allemaal verschillende gaven en we hebben elkaar allemaal nodig. We hebben elkaar allemaal nodig om een verschil te maken. We hebben elkaar allemaal nodig. In de eerste preek, ik heb er geen tijd voor nu helaas, maar dan had ik ook nog die piramide van Maslow, de behoefte, de hiërarchie van Maslow. En misschien heb je het gehoord, er zijn bepaalde behoeftes die we allemaal nodig hebben om te kunnen functioneren. En lang dachten ze zeven zijn er geformuleerd, wat heb je nodig, liefde en verzorging en om je te kunnen ontwikkelen, ontplooien. Dat zijn allemaal behoeftes die mensen hebben om zich gelukkig te kunnen voelen en voldoening te krijgen. En lang bleef het rijtje hangen bij zeven. En toen ontdekten ze toch is er nog een achtste. En die achtste kan je even laten zien misschien op het scherm. Ook de psychologie kwam erachter. Er is iets en dat noemen ze transcendente behoefte. Dat betekent, als je het opzoekt in Webster's Dictionary bijvoorbeeld, boven jezelf uitstijgen. Ze dachten een hele tijd, jarenlang, hoe kan het nou? Dan hebben we al die behoeftes in kaart. En dan hebben we mensen waar al die zeven behoeftes worden vervuld. En toch zijn ze niet gelukkig. Ze voelen zich niet vervuld. En toen kwamen ze erachter, er is nog één behoefte, die hadden we niet gezien. En die hebben we nu ontdekt. En dat is de behoefte dat je boven jezelf uitstijgt. Dat je iets betekent voor een ander, dat je deel bent van een groter geheel en dat je een verschil maakt. Dat je, wauw, dat is het evangelie. Dat heeft God in jou gelegd. Efeze 4, vers 20, hem nu die door de kracht die in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot alle geslachten. God heeft jou en mij gemaakt om een verschil te maken. Om een verschil te maken. En of je het met me eens bent of niet, maar ik weet niet of het Bout uitspraak is of niet, maar je komt nooit tot echte vervulling, tenzij je wandelt in de bestemming die God voor je heeft en een verschil aan het maken bent in andere mensenlevens. Jezus zei, je zal kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. En je zal mijn getuige zijn
over de hele aarde. There is more for those that know what the more is for. De Heilige Geest komt en daar ligt je echte vervulling. Waar ben je een verschil aan maken? Wie ben jij aan het helpen? Hier in een team. De eerste dienst hadden we Rolf hier. Die zoveel doet met kinderwerk. Iets laten vertellen. Wie is God voor jou? En waarom doe je dit? Waarom geef je een week van je tijd aan een kinderkamp? Van jouw vakantie? Hij zei, voor de volgende generatie. Voor de volgende generatie. Hij zei, ik heb tieners in mijn team hier bij Church Party die hij organiseert elke twee weken. En hij zei, ik heb tieners van 15, 16 die helpen mee. Hij zei, weet je wat ik deed toen ik 15 was? Ik lag te slapen in mijn bed om deze tijd. Er was geen bestemming, er was helemaal niks van. En eigenlijk zijn vrouw zei, nou, kom op, je hebt de Heer nodig, je hebt de kerk nodig, laten we. En zo ging er een wereld van over verschil maken. Dus een voldoening, niet altijd makkelijk. Er waren 33 koningen die Jozua moest verslaan. Had God niks over gezegd. Hij zei alleen, wees sterk en moedig, Jozua. Meditate on my word day and night and you will be of great success. Dat is de King James Version. Prachtig mooie taal. Great success. You will prosper. Ga je gang, Jozua. Dus Jozua dacht, zo, hey, ik heb hem zitten, man. Moet je horen, wat een fantastisch. Dus hij begint te werken. Zijn roeping om anderen, het volk van God, in hun bestemming te krijgen. Over verschil maken gesproken. En hij komt erachter onderweg dat er 33 koningen zijn om te verslaan. Ik weet zeker dat jij en ik nog een paar koningen hebben. Die niet van de Heer zijn, een paar valkuilen, noem het maar wat je noemt. En die, waar de Heer van zegt, ik ga je helpen, je gaat ze allemaal verslaan, één voor één. En in de mate dat jij koningen aan het verslaan bent, zal je zien dat het volk van God wordt gezegend, wordt uitgebreid en komt in hun bestemming. Mooi toch, ook dat doe je niet alleen voor jezelf, maar dat doe je voor de mensen die God je geeft. 1 Korinthe 12 vers 7 in de Message, ik spring een beetje door voor de beamer. 1 Korinthe 12 vers 7. Ik denk dat dat de laatste tekst is van u. Ja. Each person uit de Message. Ik wil toch eentje doen uit de Message. Je kent me een beetje. Zo'n mooie taal. Each person, elke persoon is given something to do. Iedereen heeft iets gekregen van de Heer om te doen. That shows who God is. Everyone gets in on it and everyone benefits. Iedereen, het laat zien wie God is en iedereen is daarmee gezegend. All kinds of things are handed out by the Spirit. And to all kinds of people. This variety is wonderful. De Heilige Geest geeft allerlei talenten aan allerlei mensen. En dat geeft zo variëteit, zo verschil en zo prachtig. En toch zijn we samen één. Hier wil ik me afsluiten. Of je nou bewust bent of niet. Je bent nodig. Wij zijn nodig. De kerk is nodig. Jij bent nodig. Jouw team is nodig. Het aanbiddingsteam is nodig. Maar net zo goed is het geluidsteam nodig. En het lichtteam. En het kinderwerkteam. En de catering. En het welkomteam. En noem nog maar wat op. Het camerateam. Ik zei net, waar ben je, cameradame? Daar ben je. Je zit even uit te rusten. Ah, ja, ik heb het over jou. Ik had net een gesprekje met je. Even gewoon bedanken. Je doet het al jaren. Elke drie weken twee diensten. Ik wilde haar bemoedigen. Ik zei, weet je, er zijn heel veel mensen op livestream. En jouw beelden gaan over heel Europa. Zeker naar campings en hotels en weet ik veel. Mensen allemaal op vakantie. En telefoons op het strand misschien, wie weet. En toen zei ze, precies vanmorgen dankte ik de Heer weer voor het voorrecht om dit te mogen doen. En een invloed te hebben en een verschil te maken. Veel groter dan alleen in Den Haag. En ik zei, jij weet waarom je dit doet. En dat maakt je krachtig. Het grote waarom. Ik wil een verschil, maar ik wil mensen zegenen. Ik wil mensen helpen. In de kerk en erbuiten en eromheen. En alles wat nog niet in de kerk zit, wil ik dat ze gaan komen. Ik wil een verschil maken. Jij bent nodig. God heeft ons gemaakt als een belangrijk onderdeel van zijn plan. Geloof je dat? We zijn een belangrijk onderdeel. Jij bent een belangrijk onderdeel van zijn plan. Hij heeft een prachtig plan. Hij heeft geen plan B. God heeft een plan. Een plan is de lokale kerk. Er is geen plan B. Als de lokale kerk faalt of slaapt of niets doet, dan is er geen ander plan. Wij zijn zijn plan. God heeft ons gemaakt op een belangrijk onderdeel van zijn plan. Andere mensen wachten op jou en mij. Om ze te helpen om God te vinden. Zullen we gaan staan? Gaan we bidden. Zeg even tegen je buurman, je bent deel van Gods plan. Je bent een belangrijk deel van Gods plan. Belangrijk deel. Op de tribune, als je kijkt in de livestream. God wil je betrekken bij zijn plan. Je bent een belangrijk deel van zijn plan.
Vader, we danken u, Heer, voor uw goedheid, uw zegen. Dank u wel voor het voorrecht dat u het zelfs neerbuigend ons heeft opgetild, gezet op onze voeten, zodat we mogen wandelen in alles wat u heeft voorbereid voor ons. Dank u wel voor bestemming op ons leven. Dank u wel voor een roeping op ons leven. Dank u wel voor gaven en talenten waar we u mee mogen dienen. Om andere mensen tot zegen te zijn en uw huis te mogen bouwen. In Jezus' naam. Amen.